cd-presentatie van Leo Klein. Een collegaatje en vriendinnetje Margaret mee. En Ron is er ook. Dus vandaag zal het filmen wat beter gaan dan vorige week. Nou, ik ben Ron er mooi voor filmen. Nou, kan Margaret hoeft helaas niet te zingen, maar. Nee, helaas. Volgende keer weer. Moet jij ook wel eens zingen deze week? Nee. Voor degenen die dachten dat Leo Klein of ik zelf erg waren met de weg kwijtraken, jongens. Margaret die kan er ook wat van hoor. We zijn op de goede weg, jongens. We zijn bij Schiphol zijn we aangekomen. Margaret had het net over ons avontuurtje in Benidorm. Ze gaat gelijk naar Schiphol toe. Gelijk zin in. Ze wil ons kwijt. Nee. Denk dat je daar aan had gemoeten. Je had hier eraf gemoeten. Ja, Margaret, gaan we gewoon nog even recht hoor. Ja, joh. Dit wordt helemaal niets. We komen er wel. Vertrek. Ik ben een beetje blond, hè. Zie je, we gaan gewoon weer naar Benidorm. Ja, je rijdt nou naar je vertrekpunt toe van Schiphol. Den Haag hoor. Ah joh. Ja, hallo. Mond dicht. Ja, dit gaat goed komen. Maar we hebben een nieuw stap gehad. Hey, joh, we kunnen ook een auto. Oh, dat was je juist zo gezellig vond, Ron. Nou niet meer. Zullen we naar voren gaan? Oh, we zitten ergens in Alsmoor. We zitten echt bij het uitste punt en oplaadpunt van Schiphol. En dit maakt ja, let dan ook gewoon eventjes op, jongens. Dit maken we nooit meer mee, jongens. Nee. Al die jaren. Lieve mensen, bellen op plaats. Leo! Deze is jouw verdieping van je vrienden. Alex. Die staat daar ook op te treden. Ik zal een setje daar zingen bij hem. Dus ik zal een klein stukje wel een beetje filmen. Want het zal vast wel weer leuk worden. Ik moet zeggen, na gisteren op de boot per bakkertocht. Die hakt er wel even in hoor bij je. Dan stemmetjes er niet helemaal ongeschonden vanaf gekomen. Maar mag de pret niet drukken jongens. We gaan een feest bouwen. En dan is het voor mij
elk weekend. Oh.